Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe serie. Super Mario Sunshine. Daar gaan we, jongens. Het avontuur begint. Hoppakee. Ja, start. Let's go. We zagen net eventjes een vliegtuigje van Peach. En die gaat hier landen. Ja hoor. Hoppakee. Lekker, Peach. Maar Peach, die ziet er een beetje zenuwachtig uit. En Mario, die zag er een beetje verliefd uit. Die is helemaal verliefd op dit eilandje. En Toads wordt, die ligt daar zo op zijn kop. Oh no! What are those? Wat is er aan de hand, Mario? Wat is er gaande? Like goop of like poop? It's moving! Hey, de Toads praten! Wat ziet Peach? Oh, Peach zit daar, Mario! Maar dat is niet de echte Mario. Dit is de fake-ass Mario. Die zagen we ook in Mario Galaxy. Ja, Peach heeft wat te zeggen, jongens. Kijk. Oh. And it's gone. Het is weg. Die stem van deze gast, jongen. Wat moeten we doen? We moeten de assistentie fixen. Oké, let's go, Mario. Peach heeft een ontzettend slecht gevoel hierover. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe dit allemaal... Oh, wow. Oké, ik ga daar niet in, sowieso. Nee, ik ga eerst even een plantenspuitje halen. Kijk. Geef mij deze plantenspuit. Yo! Dit is Flood. Oh, hij is helemaal blij dat Mario hem gekocht heeft. Ja, ik heb niks gekocht. Ik heb hem gewoon gepakt. Hij gaat ons even scannen. Scan even boven. Niet. Wat zit je nou met kruisen scannen, jongen? Dit is normaal. Kijk, Flood. A Flash Liquidizer Ultra Dowsing. Nog wat. Woep woep. Kijk hem staan, jongen. Badass Mario. Wil je nou dat ik hier weer een hele serie van ga maken? Doe dan even een blauw duimpje omhoog, hè. En vergeet sowieso niet te abonneren op dit kanaal. Laat even een reactie achter. Dat vind ik ook altijd leuk. Oké, we moeten even gaan oefenen. We moeten even... Oh, oké. We moeten even deze emmetjes eraf wassen. Oh, ik bestuur nu heet uit de camera. Ah, kijk. Zo kan ik stilstaan. Dan kan ik een beetje mikken. Top. Kijk. Hoppakee. Ja. Oh. Ja. Ja, bijna. Ja, nog meer. Hè? Mik even goed, Mario. Kijk, top. Oké. Mijn eerste muntje. Jee. Anders, ik kan gewoon ook zo staan. Misschien is dit wel chill. Kan ik de controls trouwens aanpassen? Nee, die zijn niet aan te passen. Nou, dan gaan we maar gewoon zo even dit emmetje weghalen. Oké, nu gaan we hier even dit allemaal weghalen. We gaan dit even schoonmaken. We gaan even dit eiland weer schoonmaken, jongens. Hoppakee. Beetje chillen, beetje dit weghalen zo. Hoppa. Ja, super, top. Oh, moeten we jou ook even schoonmaken? Alsjeblieft. Alsjeblieft, vriend. Nou, nu gaan we even dit weghalen. Wat? Wie is dat? Mijn broer! Laat mijn broer met rust! Ja, hij zit helemaal onder de verf. Ik moet hem even schoonspuiten. Ik moet dit even doen. Kijk, hij moet even van... Dat verf moet er even vanaf, Pietje. Hoppakee, in zijn bakkes. En nog een keer. Kom maar. Doe je bakkes maar open. Hoppakee. Doei, mazzel. Maar dat was niet Piet. Dat was Frits Piranha Plant. We hebben Frits verslagen, jongens. Nice! Yay! En daar hebben we onze eerste shine te pakken. Pakken, Mario. Hoppa. Yay. Nice. Nou, Prinses Peach is helemaal trots. En Toads wordt ook zo te zien. Die vraagt zich af wat we op onze rug hebben. Ja, dat is inderdaad een pompie. En de pompie deed Flood. En nu komen er opeens twee boze politieagenten aangezet hier. Hallo? Wat is het probleem, meneer politieagent? Oh, Mario is er nu opgesloten. In de gevangenis. Nou, lekker dan. Heb ik ze net geholpen, dan worden we opgesloten. Oh, we zijn zelfs voor de rechter, joh. Wat? Dat heb ik niet gedaan, jongen. Ik heb je eiland schoongemaakt. Dat doe ik helemaal niet. Jongens. Deze gast zit er helemaal naast, hè? Oh nee. Er is ook darkness gekomen. En ja hoor, daar zit die shine ding zit ook helemaal onder de inkt of verf. Oh. Waarom krijgt Mario hier de schuld van? Dat komt allemaal door die blauwe Mario. Kijk, dit is de schets. Ja, hij lijkt wel op mij. Maar ja, het is ook een kloon van mij. Alleen hij was blauw. Kan je niet zien dat ik niet helemaal blauw ben? Oh, en we zijn schuldig. Nou, lekker.
Until Isle Delfino is completely What? Free of his vile handiwork, Mario shall not be... Nou, we mogen niet weg. We mogen niet weg van het eiland. Nou, lekker dan. Daar zit je dan, Mario. Voor het eerst van je leven in de gevangenis. Oh, het wordt nu even uitgelegd door Flood wat er aan de hand is. Dit is een Shine Sprite. En zij zijn de kracht op eiland Delfino. Oh, en de, oké. Okay. Ze schenen daar allemaal door de Shine Gate. Maar ja, nu zijn ze er niet meer. Die Shine Sprites, die zijn weg. Ja, de eilanders die staan in de schaduw. En hoe krijgen we die Shine Sprites nou terug? We moeten zorgen dat het eiland niet nog viezer wordt. Nou, laat me dan even uit die gevangenis. Dan kunnen we samen even helpen. Waarom doen ze alsof wij de criminelen zijn? Oké. We zijn uit de gevangenis. Yes! Oh, maar de politieagenten die houden me wel in de gaten. Ja, oké. Nou, dit zal het Mario Sunshine avontuurtje worden. We moeten het eiland even schoon gaan spuiten. En onze eerste klus is hier deze chocoladebrei zien weg te halen. Lekker muziekje. Hey Peach! Hallo! Oh Mario, je bent oké. Ja, natuurlijk ben ik oké. Ik ben Mario. Nou, laten we deze brei eens even weghalen. Piet zegt ook, ja, dit is zo bewolkt. Dit voelt helemaal niet als een vakantie. Ik wil nu naar huis. Ja, maar dat kan nog niet. Dat kan helemaal nog niet. Kijk, ik kan ook zo hier overheen springen. Hoppakee. En dan kunnen we zo even die shizzle weghalen. Oh, ik moet alleen niet in die shizzle gaan. Oké, lekker. Even deze enemies verwijderen. Oh, hier is een Toad. Hallo, Toad. Hallo. Hier. Ben je schoon? Bijna, je bent bijna schoon. Ja, nu. Ben je schoon? Ben je nog niet schoon? Moet ik nog meer weghalen? Ik zal je wel even schoonmaken, vriend. Hier. Kijk, hoppakee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kijk, dat doe ik gewoon. Oké, ik ga even hierop schieten. Dan gaan we eens even kijken wat hier nou weer zit. Kijk, daar zit nog een broer van Piet. Dit is Kees. Kees Piranha. Kees, kom eens. Oh, eerst even deze enemies weghalen. En dan even op zijn bakkes. Op je bakkes. Hoppakee. Alsjeblieft, Kees. Enemietjes weghalen. Weer op zijn bakkes. Oh, die was mis, denk ik. Oké, nu moeten we even goed schieten, hoor. Kom op. Lekker, Mario. Hoppa. Kees, vangen. Hier, lekker. Eet smakelijk. Lekker water voor je, alsjeblieft. Woehoe. We hebben Frits en Kees verslagen, jongens. Lekker bezig. Komt een of andere gigantische standbeeld uit de grond zetten. Kijk, daar is die. De schavuit, de schurk, de neppe Mario met de rode ogen, wat? Die ziet er wel duister uit, jongen. Wat ga je doen dan? Ik ga je pakken, vriend. Ik ga je pakken. Nee, laat Peach met rust. Jij vieze man. Kom op. Kom op, Mario, als een pinguïn. Hoppa. Waar is die? Oh, hier is die. Pak hem, lekker. Nice. Pak hem. Lekker bezig. Oh, wat? Waarom kon ik niet tegen hem aanlopen? Waar spring jij naartoe, vriend? Kom eens terug. Ja, kijk. Jij neppe blauwe Mario. Hij zegt, hey, je mag helemaal niet zulk gereedschap gebruiken. Oh, en hij is weg. Huh? Dude, kom dan. Kom dan. Hallo? Pak hem. Waar ga je naartoe, vriend? Wat ga jij doen? Hij is ontsnapt in deze graffiti en we moeten hier water op spuiten. Dan kunnen we er denk ik nu wel door. Toch? We moeten daarin springen. Go Mario! Pak hem! Ga hem achterna! Lekker hoor. Het eerste level. En het heet de weg naar de grote windmolen. Dat is ook als ik een scheet laat. Dan heb je ook de grote weg naar de windmolen. Hoppakee, buikschuivertje. En jump. Oh, of niet. Nou, dan gaan we gewoon zo. En dan... Ja, dat is gelukt. Laten we gaan zoeken waar de grote windmolen is dan. We moeten gewoon de pijltjes volgen, denk ik. Gebeurt er nog wat als we de bloemetjes water geven? Oh ja, er komen muntjes uit. Nice. Ja, ik heb het gevoel dat we hier naar boven moeten. Oké. Laten we even zo springen dan. Zo, en dan... Huh? Waarom ga ik er dwars doorheen? Kom op, blijf erop. Nice. Yes! Oké, we moeten even dit allemaal weghalen, denk ik. Deze Mario-achtige meuk. Nog een keer, kom maar. Ja, blauw muntje, lekker! Ja, die windmolen, even kijken hoor. Die zal wel hier ergens zijn. Even kijken, kan ik hier op? En dan kan ik gewoon die kant op, ja? Oh, wacht even.
Daar is weer zo'n grote bol. Zo'n grote chocoladevla. Kan ik daar gewoon vanaf hier op schieten? Ik bedoel, ik denk dat we dat weg moeten halen. Ja hoor, daar zit weer een piranha plant in. Kijk, dit is Jan. Hallo Jan. Jan, wil je je even omdraaien naar mij misschien? Ja, dank je. Oh Jan. Kijk eens, ik heb een beetje water voor je, Jan. We hebben Frits en Kees ook al verslagen. Nu gaat Jan ook kapot, jongens. Dit is easy. Easy. Gewoon even hier gaan staan, een beetje chillen. Niks aan de hand. Boom. En doe je chocoladevla. Later. Nice. Oh, nu kunnen we omhoog hier zo. Oh, hier hebben we al de shine. Nice. Die ligt hier gewoon achter me gelijk. Yay. Woehoe. Hoppakee. Shinetje nummer 2. Dit gaat hard. Hoppakee. En we zijn weer terug. Op Delfino Plaza. Dus even kijken wat daar staat. Debs alert. Isle Delfino police are investigating a possible connection between recent gravity incidents and the loss of contact with Bianco Hills and Rico Harbor. Aha, oké. Nou, ondertussen ga ik gewoon weer hierin, denk ik. Even een nieuw leveltje spelen. Ah, we moeten nu naar Petey Piranha. Dus we hebben Frits, Kees en Jan al verslagen. En nu is Petey aan de beurt. En Petey staat daar helemaal boven op die windmolen. Ah, let's go. We gaan hem pakken, jongen. Oké, we zijn bij de brug. En Petey die staat dus duidelijk hierboven te wachten op ons. Oké. We gaan eens even hier zo opstaan. En dan kunnen we doorspringen als het goed is. Woehoe. Juist. Dit verf kunnen we denk ik wel negeren. Oh, maar het verf is alleen wel een beetje glad. Dus overdatum chocoladevla, jongens. Gadverdaddy. Yo, wat gebeurt hier allemaal? Iemand is weer gehaktballen aan het gooien, hè? Dat deed ze Mario Galaxy ook al. Of zijn dit chocoladebollen? Go, 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 go. Ik zie niks. Ah! Oké, dit ging maar net goed. Volgens mij zijn we bijna boven. Kijk, hier zijn de tentakels al van Petey. Ik moet wel even zuinig omgaan met mijn water, denk ik. Of kan ik hier water tanken? Kan ik hier water tanken? Nee, hè? Wel, ja, kijk, ik kan hier wel water tanken. Nice. Oké. Hoppakee, spring eroverheen. En door. En door. Ja, lekker. Nice. Toppie. Ik wil even kijken of hier ook een blauw muntje in zit. Haal dit weg, Mario. Ja, lukt het? Ja, het lukt. Oh, mijn muntje is daar. Pak hem. Nice. Oké, en door naar Petey Piranha Planting. Oh, wacht even. Oh, wacht. Waarom doe ik dit? Oké, jongens, poging 2. Top. Petey, vriend. Kom maar aan, hè. Wat gaan we hier aan doen? Geef mij eens even die Shine Sprite. Wow, snap. Oh, hij wordt helemaal lijp. Oké, rustig. Ik wist niet dat je zo boos zou worden op mij. Petey. Je sloopt het dak. Ik weet niet of je het door hebt, maar het is op zich niet zo handig dat jij dit dak sloopt, want wij gaan nu allebei naar beneden vallen. Ja, kijk, dit bedoel ik dus. Ah, gast. Dit is jouw broer, hè? Nope, ik ken hem niet. Ja, nu opeens niet, hè? Nee. Nu kent hij hem opeens niet meer, hoor. Oké, nou, gasten. Ik ga eens even deze enemietjes weghalen. Moet ik weer ook in jouw mond spuiten? Dat klinkt trouwens echt heel fout. Oh ja, kijk, hij gaat ademen. Hij gaat... Oh, rustig maar, jongen. Rustig maar. We moeten dus blijkbaar even opletten wanneer die gaat... Ja, kijk, nu. En dan... Ja, ik heb altijd moeite met de camera in dit spel. Oké, kijken waar die gaat staan. Waar ga je staan, vriend? Wat ga je doen? Daar? Pak hem! Weer te laat. Ga je nu daar staan? Oh, hij gaat dit helemaal onder kotsen, jongen. Wat zit je nou te kotsen de hele tijd, joh? Met je chocoladevla-bende. Jongen, je maakt er een zootje van. Oké, Petey, ik ben er nu klaar voor, hè? Ja? Was dit iets? Misschien was dit iets. Hier, drink meer. Nice. Oké. En nu op zijn buik. Op zijn buik. Op zijn navel. Hoppakee. Lekker, Mario. Waar ga je nu staan? Waar ga je nu? Ga je nu hier staan? Pak hem. Ik heb hem. Oké, ik ben ook geraakt. Potverdorie. Oké, poging 2. Hoppakee. Weer op zijn buik, jongen. Lekker. Ik ben wel bijna door mijn water heen, trouwens. Ik heb bijna geen water meer over. Petey? Waar ga je staan? Oh. Je hoeft niet gelijk boos te worden en zo. Ga je daar staan? Oké. Dan sta ik hier, ja? Hier, drink maar. Ja, lekker. Lekker watertje erbij. Oh, heerlijk.
Boom! Oh, hij verandert nu zelf in een chocoladedrolletje. Nou, dat was hem. We hebben Jan, Kees, Frits en Pietie verslagen. Hoppakee, en nog een shine erbij. Nummertje 3 is ook weer in de pocket. Volgens mij was dit de eerste baas. Oh, kijk, daar moeten we nu naartoe. We kunnen nu blijkbaar naar de haven toe. Want hier is weer een nieuwe verfvlek ontstaan. Laten we dat even in de volgende aflevering gaan checken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/wickertjoe. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!